Het gebouw van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, aan de Rode Kruislaan zal gesloopt worden. Dit verklapte gezondheidsminister Amara Madin vandaag tegenover journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman stelt dat er een nieuw gebouw voor het ministerie van Volksgezondheid en het BOG zal worden opgezet. Morgen start de sloop van het BOG, dat is waar het medisch centrum is, waar u vaccin gaat halen. Dat wordt gesloopt vanaf morgen. Want dan starten we met de nieuwbouw van het BOG. Dat zal gaan duren tot september 2025. Dus de nieuwbouw van Volksgezondheid is gepland waarschijnlijk januari, februari. En BOG start morgen met de sloopactiviteiten. En ik denk dat we de groundbreaking ceremony in december hebben. En dat gaat 9 maanden duren. Ramadin geeft verder aan dat er een bekendmaking naar de gemeenschap zal worden uitgestuurd. Het vaccinatiegebouw zal achter het gebouw dat wordt gesloopt worden gehuisvest. Het personeel zal ook in dat gebouw worden ondergebracht.